de... Morgen nog, ja. Nou, ik zeg vanmiddag. Ik wens jullie als eerst een hele, hele fijne, liefdevolle hemelvaartsdag met Gods zegen. En geniet van vandaag. Want ja, het is vreemd weer, zonnig en bewolkt en grijs. Maar oké, dan kun je de pret niet drukken. Maar hier in de buurt schijnt het dan niet goed te gaan. Dat komt net hier ook. Die voor mijn deur te staan. Dus ja, die zijn hier ergens in de buurt. Dat ik hoop dat het, dat God er ook bij mag zijn en dat er wel eventjes op genezing. Dat het wel weer goed komt. Laten we het hopen. Want dat is niet zo leuk, zo'n wagentje. Niet toch? Nou, Ewen die wil ook niet meer. Die heeft ook weer eten gehad. Rap ik dat even op. En dan gaat het schaaltje er weer overheen. En voilà. Frodo moet ook eten. Maar die doet het ook weer niet. Nee, en ik zit te eten en ik moet onder de deken voordat ze hier komen. Voordat Karin en Roderick hier zijn. Want ik moet nog eentje cake halen. Ja, en er wordt beweerd dat die open is. Dus ja. Ik heb een broodje gehaald, koffie op en ik zal gaan met die banaan. En komt het vast wel goed. Ik wens jullie allemaal verder een fijne dag. Ja, bij Corinna en de Weesterboel. Het is vandaag dus donderdag, hemelvaartsdag. Het is 30 mei. En het is 11:56 op mijn horloge. Die klok is gek. Ja. Maar oké, ik kan de pret allemaal niet drukken. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. Maak er een feestje van. En ik zeg het. Later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie wisten, heb ik samen met Karin en Roderick ben ik even naar een winkel geweest. Ik ga geen namen noemen, maar we hebben even voor mij een nieuwe computer gekocht, PC. Omdat die van mij, dus wat ik gisteren ook al had gezegd, niet meer deugde. Ja, dus nou, een hele nieuwe kast, dat Roderick gaat het voor mij zometeen installeren, et cetera, et cetera. En Karin en ik, zei de gek, gaan Pokémon jagen. Ja. Frodo is ook even nieuwsgierig, die wil ook kijken wat er allemaal aan de hand is. Roderick die zit te sneupen in zakjes en dingetjes en datjes. Dit is van de printer, hè? Ja, man, dat je niet. Ja, want de printer is ook nog nooit niet goed aangesloten. Mam. Ja, ik kom eraan. Ja, eventjes geduld. Ik kom eraan. Maar uiteraard vlog ik straks weer wanneer de boel een beetje klaar is. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer aardig aan de late kant. Dat is 21:20. Karin en Roderick die zijn natuurlijk al lang al weg. En ik ben wel geslaagd voor een nieuwe PC. Ja, en ik ben er super blij mee. Enkel ja, helaas kan ik momenteel geen plaatjes nog maken. Want ik heb niet de juiste Paintshop Pro erop. Ik ben gewend om met Paintshop Pro 2 te werken. Dat is voor mij het ideaalste programma. Ik hoef niet hoger op. Ik kan alles wat ik doen wil en doen kan. En ik ben een programma kwijt, maar ja, die moet ik weer even opzoeken. Dat komt wel goed. En ik ben net heel eventjes in een ander spel geweest. Second Life. Dat is een live game. Hartstikke leuk. Enkel, daar had ik drie verschillende programma's voor om dat te gaan spelen. En de makkelijkste, die ben ik juist kwijt. Ja, dus dat moet ik ook weer eventjes op zien te lossen. Maar dat komt wel goed, dat vind ik zelf wel. En voor de rest, ja. Hij is super mooi, die kast. Wow, maar ik zal hem jullie morgen laten zien. Het is nou te donker in die hoek. Maar en die andere, ja, die is natuurlijk naar boven gegaan. Maar het heeft wel de nodige duitjes gekost. Ook dat nog. Wat ligt er hier nou? Een plastic tas. Dat is voor Karin en Roderick. Nou ja, oké.
Komt wel goed. Kijk, dit dan. Een brillenkoker. Nou, ze bellen toch straks als ze thuis zijn, dus ik zal ze wel vragen. Van, mis jij niet een groene brillenkoker? Ja, dat gaan we gewoon vragen.nl. En het is al donker in huis. Maar nog te licht om eigenlijk lampen aan te doen. Dus daarom ben ik bij het keukenraam gezitten. Wel zo goed. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook voor nu een hele fijne, liefdevolle avond toe. Voor later welterusten, lekker slapen. En uiteraard morgen gezond op. En morgen heb ik natuurlijk Rebecca en Astrid. Dus morgen zal het wel niet veel vloggen worden. Maar ook dat is veranderd. Ik moet leren met een nieuw programma overweg te gaan. Wel, hij heet wel hetzelfde, maar hij is nieuwer. Dus ja, dan moet ik eventjes zien hoe dat werkt. Maar dan moet ik ook een kopie bij hebben. En dat komt allemaal wel goed. Ja, ik ga nu eventjes, denk ik, naar Facebook. Ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei!